In deze video gaan we het hebben over een kind met dyspneu. Dyspneu bij kinderen is een veel voorkomende klacht. De differentiaaldiagnose verschilt tussen neonaten en oudere kinderen. In deze video zoomen we in op het oudere kind. De meeste oorzaken van dyspneu bij een kind zijn pulmonale problemen. Andere oorzaken zijn cardiale, KNO, systemische of overige problemen. Denk bijvoorbeeld aan een koesmaalse ademhaling bij een ketoacidose. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen dyspneu en tachypneu. Dyspneu uit zich in een verhoogde ademarbeid en wordt vaak omschreven als benauwdheid, kortademigheid, ademnood of het niet goed door kunnen ademen. Kinderen kunnen dyspneu niet altijd goed aangeven. Tachypneu is een verhoogde ademhalingsfrequentie. Kinderen hebben andere normaalwaarden dan volwassenen. De heteroanamnese geeft zinvolle informatie over de klacht. Bespreek met ouders of de klacht acuut of langer bestaat en wat ze horen, bijvoorbeeld een droge hoest of juist piepen. Hypothese-toetsende vragen verkleinen de differentiaaldiagnose. Hoestbuien kunnen passen bij alle onderste en bovenste luchtweginfecties. Een hoestbui die in aanvallen voorkomt, kan passen bij astma. Ook expiratoire piepen en een positieve familieanamnese voor atopie zijn kenmerkend voor astma. Oorzaken van een inspiratoire stridor worden besproken in video Kind met stridor. Alarmsymptomen die belangrijk zijn bij een kind met dyspneu zijn intrekkingen, neusvleugelen. Gebruik maken van je hulpademhalingsspieren, buikademhaling, stridor en kreunen. We gaan nu de meest voorkomende diagnoses bespreken. Pneumonie is een ontsteking van de onderste luchtwegen. Dit kan zowel viraal als bacterieel zijn. De pneumokok is de meest voorkomende bacteriële verwekker. Een pneumonie wordt herkend aan koorts, hoesten en algehele malaise. Kleine kinderen geven soms bij een pneumonie buikpijn aan. Het is een klinische diagnose en er wordt dan ook geen aanvullende diagnostiek ingezet. Bronchiolitis is een virale infectie van de bronchioli en komt met name voor in de herfst en winter. De meest voorkomende verwekker is het RS-virus. Kenmerkende symptomen zijn rhinitis, hoesten, tachy- en dyspneu, een piepende of zagende ademhaling een verminderde intake en koorts. Ook bronchiolitis is een klinische diagnose. In sommige gevallen wordt er een RS-sneltest verricht. Er zijn een aantal groepen met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop van bronchiolitis, namelijk premature, kinderen jonger dan 6 weken en kinderen met hartaandoeningen, chronische longziekten, zoals bronchopulmonale dysplasie, of afweerstoornissen. Er kunnen complicaties optreden, zoals een bacteriële superinfectie, respiratoire insufficientie door uitputting of aapneus waarvoor beademing. De behandeling is gericht op het voorkomen van uitputting van het kind. Dit omvat respiratoire ondersteuning, zondevoeding en neustoilet. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Door de kinkhoestvaccinatie komt dit ziektebeeld minder vaak voor dan vroeger. Veel kinderen hebben op jonge leeftijd wel eens last van astmatische klachten, zoals een piepende ademhaling en hoesten. Voor de leeftijd van vijf jaar wordt het piepen veelal veroorzaakt door virale luchtweginfecties. Dit noem je viral-induced wheezing of episodisch viraal piepen. Een klein deel van de kinderen met astmatische klachten heeft deze klachten nog steeds op ouder leeftijd. Vanaf de leeftijd van vijf jaar wordt het piepen vaker veroorzaakt door andere uitlokkende triggers dan virale infecties. Bijvoorbeeld inhalatieallergenen, klimaat, voeding, inspanning, roken en psychische en emotionele factoren. Astma is een chronische ontsteking van het luchtwegslijmvlies. Uitlokkende factoren kunnen acuut astma veroorzaken. Er is dan zwelling van het luchtwegslijmvlies met slijmpluggen en contractie van het bronchiaal spierweefsel. Hierna bespreken we kort de opvang en behandeling van acuut astma. De astmascore gebruik je om de ernst van klachten te objectiveren en het effect van de behandeling te evalueren. De elementen van de astmascore zijn ademhalingsfrequentie, saturatie, auscultatie, intrekkingen en mate van dyspneu. Elk element van de astmascore krijgt maximaal drie punten. Zo categoriseer je de ernst in mild, matig of ernstig. Bij acuut astma met een saturatie van boven 94% wordt gestart met salbutamol, een bronchusverwijder. Indien de saturatie onder 94% is, wordt gestart met extra zuurstof en salbitamol verneveling. Indien het kind ernstig benauwd is, wordt continu verneveld. Indien nodig, kan pretnisolon, oraal of magnesiumsulfaat intraveneus worden overwogen. Bij een verdenking op anafylaxie wordt adrenaline intramusculair gegeven. Als er onvoldoende verbetering is, spreek je van levensbedreigende astma. Of status asthmaticus. De behandeling hiervoor is salbutamol continu intraveneus en een indicatie voor overplaatsing naar een kinder-IC. Nu volgen de drie take-home-messages. Vraag het klachtenbeloop goed uit in de heteroanamnese. Gebruik de astmascoren om de ernst van dyspneu te bepalen. Bij een kind met dyspneu wordt niet standaard aanvullend onderzoek ingezet.